Mag ik, gewoon, je moet maar knippen wat hij eruit wil dan. Voilà. Voilà. Hallo, ik ben Lieselot en ik ben sinds een aantal jaar een ongelooflijke harde cirkelsupporter. Het zit gewoon in de familie bij ons. Want zowel aan mijn vaderskant als aan mijn moederskant zijn wij beiden cirkelfamilies. Aan mijn vaderskant zijn ze met 7 thuis, waar dat mijn vader zijn oudste broer, mijn onkel dus, ooit nog keeper geweest is bij de cirkel. Dus daar zit het sowieso in de familie. Als we dan naar mijn moederskant gaan, mijn grootvader was een ongelooflijke cirkelsupporter. Hij ging iedere zondag naar de wedstrijden. Dus is het eigenlijk maar normaal dat het bij ons ook een beetje in de familie zit. Ik ben een serieuze clubzot, maar vorig seizoen heb ik serieus voor de cirkel gesupporterd. Waarom? Omdat ze niet naar de tweede klasse zouden gaan. En ja, dan kan de club ook nog meer dan 6 punten pakken waarschijnlijk. Mijn hondje noemt Cerltje. En waarom noemt mijn hondje Cerltje? Dus moesten zo'n hondje, zo'n ras. Omdat ik een appartement doen en ze altijd zei, dat is een appartementshondje. Zo'n hondje. Dat weet niet, want dat sociaals ontembreeks komt toen voor dat aalde. Nu, ik ging het om bestellen, het was een week goed. Ja, ik kan eerst door een veearts bellen, voordat er zo'n ras was. King Charles is dat. En ze had me een adres gegeven naar Hestle. En ik doe naartoe, maar het was nog maar een week goed. Ja, kost dat zo vast een paar. En zeggen ze, meneer, hoe ga je dat doentje noemen? Van, we moeten dat weten, voor heb je een Europees paspoort? Maar ja, ik zeg, kan je het nog niet, heb dat beestje zijn namen gepijst. En ineens kwam mijn gsm, en dat is een liedje van de Cercle. Allee, Cercle, allee. Dus ik zeg, ik twijfel niet met Cercletje gaat noemen. En zo is mijn hondje Cercletje. En heel iedereen die hem al gezien heeft, kent hem. Als ik thuis in de zetel zit met mijn man te kijken naar de samenvatting van de derby, wat altijd een hele leuke sfeer is in de stad in Brugge, valt mij toch wel op dat het jammer is, ook als de cirkel alleen moest spelen tegen een ploeg, dat er zo weinig volk in het stadion zit. En er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, wij zijn voor de cirkel dit en de cirkel dat. Vind ik het heel jammer dat ze niet naar de matchen gaan kijken. Eindelijk ben ik geen Bruggelink. Ik heb ook nooit gevoetbald. Ik heb nooit veel aan sport gedaan ook, maar ik heb Raoul gekend en daar ben ik vrij prijs op. Hallo, ik ben Nestin Carette. Ik ga mijn leukste moment vertellen van Club Cirkel. Dat was toen dat Ryan Donk de vlag op de middenstip zette, toen dat we hadden gewonnen. Ik heb mij toen doodgelachen en wij zijn Club Brugge. Toen ik eigenlijk in het eerste leerjaar zat, dan speelde ik bij Club Brugge. Maar dat was eigenlijk omdat mijn vriendjes daar zaten. Maar toen ben ik uit de club gestapt. En ja, ben ik eigenlijk voor Cirkel geworden. Omdat mijn onkel is directeur van de Frères, toch van het lager. En ja, de Cirkel is eigenlijk ontstaan uit de Frères. Dus daarom ben ik voor Cirkel geworden. Ik ken niet veel van voetbal, maar het enige dat ik kan zeggen is dat de club heel veel volk trekt, maar de cirkel heel veel mensen. Hallo, ik ben een oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege. Dat is eigenlijk bekend als de school Groen Bastion. Mijn leerkrachten en de meeste leerlingen waren dus allemaal voor cirkel. En ik was eigenlijk als club van een beetje buitenbeentje. Er werd vaak gelachen met de club dat dus eigenlijk een krapulenploeg was en dat de supporters en de spelers amper konden lezen of schrijven. Dat was zo de reputatie. Een van de eerste derbies dat we in het stadion gaan bekijken zijn, was legendarisch omwille van het scoreverloop. Dus mijn klasgenoten waren al aan het juichen. Cirkel deed het echt goed en stond 3-1 voor. En het was nog kort te spelen en op het einde van de wedstrijd sloeg het alsnog om. Club won de wedstrijd met 4-3 met enkele doelpunten in de slotminuten. En de grote speler bij Club, de jong talent die het verschil maakte, was Mark de Grieze. En wat bleek nadien? Dat het eigenlijk een leerling van het Sint-Lodewijkscollege was. Op dat moment, toen we vernamen dat de Grieze dus een leerling van het college was, lachten de cirkelmannen nog groener dan gewoonlijk en was ik natuurlijk aan het genieten als een leerling van het college. Ik ben de steward op Club Brugge, dat is al sinds de jaren 8. Ik ben ook divisiechef en ja, de liefde
voor steward te zijn is ook gegeven door de liefde van Club Brugge. Dus van kind af was ik clubsupporter. Die job is wel zo'n beetje, ja, niet zeggen veel eisend, maar het gebeurt toch dat we toch soms moeten ingrijpen tegenover supporters. En zelfs eigen supporters. Ik kan u een voorbeeldje geven over een jaar of drie. Toen Brugge met 6-1 verloor op Gent, moesten wij als steward de benen nemen, vluchten eigenlijk voor onze harde kern die toen in opstand kwam tegen enkele scheidsrechterlijke beslissingen. En dan zijn wij altijd natuurlijk het schaap van de rekening. Dus we hebben dan eigenlijk moeten lopen en er zijn enkele stewards dus die ook slagen en schoppen gekregen hebben van die harde kern. 1, 2, 3, 4, Brie Gangbier. Brie Gangbier, het bier van de supporter. Dit was een jingle die tijdens de jaren 80 te pas en te onpas werd gedraaid in het Olympiastadion. Als de wind goed zit, dan horen we heel wat van de match. Dus er zijn sommige seizoenen dat we niets horen, ook al zit de wind goed. Dat wil dan zeggen dat het voetbal niet zo goed is van een van de twee ploegen. Maar als het heel goed is, er is ambiance, dan kunnen we bijna vanuit onze tuin alles meebeleven. En weten het zelfs vroeger dan op de radio wie dat er gescoord heeft. Dus, En wat is er natuurlijk ook een van de nadelen, als ze dan heel goed hebben gevoetbald, vertaalt zich dat dan in enkele bierblikjes die ergens in onze haag verstopt zitten en dan moeten we dat elke maandag dan weer opruimen. Maar goed, dat is maar een klein ongemak dat we er graag bij nemen. Een gebeurtenis die me vrij levendig bijgebleven is vanuit mijn jeugdjaren, is van op een derby geweest. Het was reeds meer dan 30 jaar geleden dat Cirkel nog een derby gewonnen had. En dat seizoen moesten ze dus in oktober, begin van het seizoen, spelen op Club Brugge. En ze hadden een versterking. Ze hadden Lange Somers aangeworven. Want op club had men hem niet meer nodig. Ik kon toch geen doelpunten maken of het was op penalties. En dus, dat seizoen speelde hij bij Cirkel Brugge op het middenveld. En het moment supreme van die wedstrijd was dat Lange Somers op een bepaald moment van op meer dan 30 meters eigenlijk waarschijnlijk niet goed wist wat dat hij moest doen met die bal, er een portret op gaf en dat Fernand Bonne opeens keek en die zag dat die bal binnenging in het doel. Ja, als klein manneke van een jaar of 10, 11 ging ik naar de club en naar de Cercle. Maar mijn gebeur, de beenhoren en mijn voorkeur is naar Roland Berg gewoon. Dat is een echte clubman geworden, omdat Roland Berg altijd bij mij kwam in een café op de bingobak spelen. En zo ben ik een echte clubsupporter geworden. Ik heb interveel en op de derby ook. En ik weet nog goed, in de klokken vroeger, ik kost makkelijk over de omheining gewoon. En ze kwamen toen, Martinus. En ik zei, nu is het moment. En ik zeer erover, ik zei, Raoul. En van hem heb ik mijn eerste dino gehad. Die dino's, dat waren grote beesten en dat was van de Sinclair van de Nafte. En dat waren toch kleintjes en heel groot in. En dat werd altijd uitgedeeld in het voetbal. Alles zijn daar, ze waren bij de cirkel of bij de club. Ja, ik zie Wieke Houk, in januari 87. Ik zie vroeger woonde ik in Zarn. En ik kwam toen in het jaar 41. En we zijn begonnen komen naar de club met de fiets. 33 kilometer deur en 33 weer. En dan, man, eerst groot en dust. We gingen eerst naar Boens, achter een pintje. En toen gingen we naar de match gaan kijken. En achter de match was het ook volle bakken in wie Boens. Ze zaten tot op de volde daar. Ja, ik was eigenlijk als meisje, als jong meisje, met mijn papa soms een keer meegegaan. Maar mijn papa en mijn vader en mijn jongste broer waren nogal hevige cirkelsupporters. Maar ik ging soms een keer mee en daardoor raakte ik ze ook soms een beetje in de sfeer. Maar dan later, dan ben je jong, dan ben je minder geïnteresseerd in voetbal. Maar dan leerde ik mijn man kennen, Guido Wouters. En dus hij sleepte mij dan toch een keer mee naar de derby. En als je dan één keer in het stadion komt, dan raak je toch wel een beetje in de stemming en in de sfeer. En dan, de clubsupporters tussen, dat was in de tijd nog clubsupporters tussen de cirkelsupporters. En de match begon en na een tijdje, wordt dan toch altijd maar heviger en heviger.
En dan op een bepaald moment is er iets gebeurd. Ik herinner mij eigenlijk niet meer zo goed of het nu een onterechte goal was of iets of een strafschop. Ik weet het niet meer. Maar de supporters voor ons die begonnen eigenlijk nogal hevig aan betant te doen. En op een gegeven moment werd ik dan toch ook nogal moeilijk, ga ik maar zeggen. En begon ik met mijn handtas nogal naar de supporters voor ons hevig te reageren. En op een bepaald moment zei mijn vriend toen, dat mijn verloofde, ja, maar hou je toch maar koest, want zelfs gaan we hier nog boel krijgen. Dus voor de rest van de match heb ik toch maar heel braafjes blijven zitten. Dat was mijn ervaring op de derby Club Cerkel. Mijn verhaal, mijn derbyverhaal, is eigenlijk een iets wat filosofische bespiegeling. Het zit namelijk zo dat in 1992 er een vrij bekende en beroemde derby was. Namelijk, volgens mij was dat die waar dat Club Brugge verloor met 3-1 tegen Cercle Brugge. Het zit zo dat ik was ongeveer 10 jaar, denk ik. En ik ging iedere zaterdag naar het café van mijn grootmoeder. In de Vossestraat was dat. En mijn grootvader was een heel groot Cercle-fan. En er was altijd een soort van biljarttoernooi, maar we gingen dan telkens, wanneer dat sportweekend was uiteraard, naar de living en daar gingen we gaan kijken naar het voetbal. Ik was altijd heel overmoedig, want ja, Club Brugge won altijd. Het was de grote glorieperiode. Met Farina, met andere sterren voor mij, echt helden. En eigenlijk was er nooit geen probleem, want Club Brugge won altijd. Dus op die bewuste avond was ik dan eigenlijk ook totaal zeker van de zege. En dacht ik van, dat wordt hier geen probleem. En ging ik gaan kijken. Totdat er één iemand, namelijk Jozef Weber, 3 goals scoorde tegen eigenlijk het oppermachtige club. Ja, natuurlijk heel veel traantjes bij mij. En het enige wat dat mij kon redden was dan een limonade. En dat was het wel vergeten. Maar eigenlijk besefte ik toen op dat moment dat Club Brugge eigenlijk een mooie ploeg was. Een toffe ploeg was. Maar dat ze toch kwetsbaar waren tegen bepaalde ploegen uit het andere deel van de stad. Dus tegen de Cerkelgenoten eigenlijk. Dat is toch wel een klein trauma geworden bij mij. Ik ben Niels. Ik supporter voor Club Brugge. Ik ben één keer geweest. Toen hebben ze gewonnen. Met 4-1 tegen Cercle Brugge. Ik ben supporter geworden omdat ze goed spelen en ja, omdat ze coole spelers hebben. Ik ben supporter van de Cercle omdat mijn mama haar werk de hoofdsponsor is van Cercle. En mijn vriend van in mijn klas, zijn papa is Wim Langenbeek, dat is de hulptrainer en de kinesist van Cercle. En ik weet nog niet of ik later bij de Cercle ga spelen. Ik draag Cercle Brugge al heel mijn leven in mijn hart. Ik ben opgegroeid dicht bij het stadion. En als kind ging ik gratis naar de matchen gaan kijken. En een speler die ik mij nog altijd herinner is Jozef Weber. Als kind was ik daar fan van. Hij sprong ook in het oog omdat hij heel veel doelpunten maakte. Dus hij kwam al rap een keer op de voorgrond. Ik ben nu in verwachting en ongeacht het geslacht zal ik dan ook mijn kind Jozef noemen. Voetbal komt niet zomaar. Er moet uiteraard ook geld in het bakje zijn om de spelers te kunnen betalen en alle organisatiekosten. Een onderdeel daarvan, vroeger dan toch, was de tombola. Op elke thuismatch, zo herinner ik me toch, liep er op club een man rond met een dikke gebreide sjerp rond zijn nek en met een fiets in zijn hand. En wat riep hij? Hij verkocht namelijk blauw-zwart, tijdschrift. En zijn uitnodiging naar de supporters was: blauw-zwart, voor wie in die velo? Blauw-zwart, voor wie in die velo? Ik ben Wijnert van Eno. En ik ben Ibe van Eno. En wij zijn allemaal samen zeer goede supporters van Cercle Brugge natuurlijk. Hè? Leve Cercle. Wij zijn ook niet alleen supporter van Cercle Brugge, maar omwille van de naam van Eno zijn wij ook natuurlijk supporter van... Lucas van Eno. Ben je ook supporter van Lucas van Eno? Ja. Tuurlijk zijn wij supporter van Lucas van Eno. Ik weet het nog goed, 19 september 2004. Het is de datum dat ik niet rap ga vergeten. Het is, kijk, we zijn 15 september, dus het is bijna 9 jaar geleden. Was derby Club Cercle. En de club was in vorm, Cercle had een mindere dag. En vooral Ricky Beheijn. En het
was 5-0 en ik weet nog dat ik in de spionkop zat en dat Hild Staden was te zingen van Riki, je bent vannacht weer dronken geweest. En dat was een hilarisch moment en dat is iets dat mij altijd gaat bijbeleven. Toen dat hij wat jonger was, hij wilde ineens gaan voetballen en hij wilde bij de club gaan voetballen. Ja, ik zou dan natuurlijk niet zitten bij de club. Toen van liever bij de cirkel gaan spelen. Maar ja, goed, je had wat maatjes die ook wilden bij de club gaan spelen. Dus je wilde meegaan naar daar. En dat was dus hevige discussies tussen ons tweeën. Hey, maar ook mijn papa en zo, van hey, waar gaat hij bij gaan spelen? Club Brugge. Ja, uiteindelijk ja, is het allemaal Club Brugge geworden, zeker. Ja. Ik was eigenlijk als kind gewoon ook geïnteresseerd in voetbal, die ambiance. We gingen dan eigenlijk naar, en in die periode mocht je nog in de tweede time voor niks. En wij gingen dan voor niks naar het voetbal, zowel naar de club, maar ook naar de cirkel. Maar iets meer naar de club. En door de KSA ben ik eigenlijk cirkelsupporter geworden, want ik kan daar mijn man leren kennen en dat was een echte cirkelsupporter. En nu zijn we echt wel groen van gedachtengoed, echt cirkelsupporters. Ik heb 20 jaar eigenlijk een abonnement gehad op de cirkel, ook omdat ik in de Frères gezeten heb. Allee, dat heeft er ook allemaal wel mee te maken. Zenit Leningrad, Club Brugge 2-0. Club Brugge, Zenit Leningrad 5-0. Rode Ster, Belgrado, Club Brugge 3-1. Club Brugge, Rode Ster, Belgrado 4-0. Borussia Dortmund, Club Brugge 3-0. Club Brugge, Borussia Dortmund 5-0. Panathinaikos, Club Brugge 2-2. Club Brugge, Panathinaikos 1-0. Club Brugge, Espanyol, Barcelona 2-0. Espanyol, Barcelona, Club Brugge 3-0. Ik ben zelf ook nog speler geweest van Cercle Brugge in het seizoen met Tiporic. We waren dat juist gezakt naar tweede, maar uiteindelijk hebben we ons kunnen redden en terug naar eerste. Twee jaar geleden was Cercle natuurlijk het beste seizoen dat we gehad hebben. Verleden jaar nipt, maar dit jaar halen we alles wat er te winnen valt. Wees er maar zeker van. Dit boekje is een mooi souvenir aan een prachtig seizoen van Club. Het seizoen 87-88, waarin Club een heel mooie Europese reeks heeft neergezet. De heenwedstrijd was altijd op verplaatsing en werd altijd verloren. Maar thuis in het Olympiastadion werd dat altijd met soms heel hoge cijfers rechtgezet. Een mooi seizoen was dat, die gelukkig ook met de titel kon afgesloten worden. Jules Verist, het boegbeeld van Cercle. Zijn boek heb ik hier bij me. En tot onze grote verbazing, toen we dat boek doorbladerden, eigenlijk meer voor de foto's, zagen we plotseling de onderste foto, sta ik zelf hier helemaal samen met enkele vrienden, waar we nu in feite nog altijd deel uitmaken van de zaalvoetbalvereniging Cercle Brugge. Het is wel leuk, want het is al mijn droom geweest voor in de cirkel te mogen spelen. Maar... En we gaan de traditie verder zetten. He. We hadden Heert van Edo, we hebben Lucas van Edo en de volgende is Meijndert van Edo. Als een club speelt, is er als het ware een hele politiearmada op de been, met de helikopter als er topmatches zijn, met paarden die voor onze deur passeren, auto's die heel de straat volzetten. Terwijl dat bij Cercle, ja, dan merk je dat bijna niet. Zie je het gewoon s'avonds, als de lichten branden van het voetbalstadion, dan merk je van, ah ja, het is voetbal. En tegen wie spelen ze nu? En dan besef je pas dat het soms al gedaan is, 21:45. Ik kan hier allez, onder andere zo een van die kleef, allez, genoemd hadden. Panini. Panini. Boekjes van 1972. De Lee was wel heel vuil. Dat was de eerste die heel vuil was. Met onder andere ook de club en de cirkelclub de tijd van de klokken nog. Dat is hier de cirkel bijvoorbeeld. Dat is hier de cirkel. Er zijn een paar fotootjes verdwenen, ja, misschien met een tijd uitgetrokken. Hey. Ook van de club bijvoorbeeld. Ik kom achter de cirkel zeker. Ja, inderdaad. Dan zie je de club. Tot de pak ik geen nieuw gekocht, want ik heb een paar andere transfers geweest en ook de noem erop vertrokken die weg was. En de nieuwe club. Hebben jeugd, ik word 10 jaar misschien. Nieuwste de bier. Dat is zo wel niet meer.
Met school zijn we naar derby geweest. En dus we zaten in het vak van cirkel. Dus toen dat Club Brugge een goal scoorde, dan iedereen die voor Club Brugge was, die ging daar recht staan. Ja, dat waren er gelukkig niet zoveel. Jawel, je was er niet eens bij. In de periode vroeger, als ik jong was, ging me alleen op de derbies opcirkelen. Op de club, die meesten dat ik mee ging, lag dat vrij gevoelig voor mee te gaan naar de club. Ook, ik weet het niet, de inkomsten voor de club niet onzeker. Ik weet het niet wat dat was. Maar, en ook natuurlijk veel meer supporters van club. Dat had een beetje gevoel van naar de club te gaan. Dat deze niet aan. De eerste abonnementen. En de eerste die we gaan is de laatste van de klokken. Van de 1974. En de prijs was toen, als ik het goed kan lezen, 3500 frank. Nee. En dat was toen aan de kant van stad. De nieuwste tribune, zittribune aan de kant van stad. Van Olympia is dat nu €435. Dus dat is ongeveer maal vier moet je zeggen. Nee. Hoeveel keer in de week ga jij gaan trainen? Eén keer. Eén keer, hè? En op elke dag? Op dinsdag. Ja? Maar wie ga je naar het voetbal gaan kijken? Naar papa. En naar welke ploeg? Naar de Groentjes. Naar de Groentjes. Ik herinner mij zeker nog derbyverhalen. Zo ben ik eens mee geweest met de fietscaravaan die vertrok vanuit het centrum van de stad. Iedereen volledig getooid in groen-zwart. Waar je maar kon, was er groen-zwart aanwezig. De fietsen ook volledig versierd met ballonnen en zo. En met de uiteraard verschillende noodzakelijke stops in de cirkelcafés in en rond Brugge. Ik weet dat we dan heel enthousiast in het stadion aangekomen zijn, dat dat een fantastische sfeer was, dat het een heel leuke dag was. Maar ik zou bij God niet meer kunnen zeggen of we toen gewonnen of verloren hadden. Han Grijzenhout, toentertijd trainer bij Cercle, die reisde enkele malen mee met de invallers. En een bepaalde wedstrijd in Gent, in het oude Ottenstadion, daar speelde zich gedurende de rust een klein tafereeltje af. Het veld lag er eigenlijk echt nat bij. En een van onze spelers, die gleed voortdurend uit. Om het even welke pas hij moest versturen, of bij een controle, telkenmale die bal, die was weg. Hij kon gewoon weg zich niet staande houden op dat terrein. En aan de rust natuurlijk kwam onze grote baas binnen. Hij begon met zijn verhaaltje over de wedstrijd zelf die hij had gezien, de eerste helft. En dan begon hij meteen over het feit van, maar jonge man, zonder namen te noemen, met welke schoenen speel jij eigenlijk? Ja, die jongen die draaide zijn zolen om en daar zaten plastic knoppen op. Op een nat terrein, dat is in feite niet vanzelfsprekend. En dan deed hij een uitspraak dat ik nooit van mijn leven wel zal vergeten. Han Grijzenhout zei tegen de jongen, maar man toch, hoe is dat nou mogelijk? Je gaat toch ook niet zonder kloten naar een hoerenkast? Ja, ik kan nog één ding zeggen nu voordat ik voort. Ik zie zo'n donige fanatieker in het begin, maar dat waren toen kleine poepjes dat ze deden. Ik had speciaal blauwe zakjes gekocht voor zijn poep heb te doen. Ik vond dat ooit zeggen. Maar nu zijn de Hollanderen het groter nu van stad, omdat ze al groter liggen nu. Maar ik vond dat de club had nooit niet veel hols gemaakt, moest hij grote zakjes zien. Dus. Al die Europese matchen heb ik niet in het stadion, maar wel via de radio kunnen volgen. Want ik was toen 14 en mocht niet naar de wedstrijden midden in de week op woensdagavond. Ik kon dat seizoen wel alle matchen tijdens het weekend bekijken, maar van mijn ouders mocht ik niet tijdens de week naar het voetbal gaan. Maar toch was het heel spannend om alles via de radio te volgen. Het was wel niet zo, zoals nu, dat er hele matchen werden uitgezonden. Er was slechts af en toe eens een fragment vanuit het Olympiastadion. Maar zelfs dat al was heel spannend om te volgen. Dus ik denk dat alle mensen die in het stadion aanwezig waren, die moeten echt prachtige avonden hebben beleefd. Ja, begin jaren 70 woonden wij naast de klokken eigenlijk in de Ontmijnderslaan.
Om de twee weken was onze zijgevel omgetoverd een beetje in een openbaar toilet van de mannen die er gingen plassen. Maar een van de leuke anekdotes dat me nog herinner was dat de trainingen gingen daar eigenlijk ook door. Dus af en toe vloog er wel een keer een bal in onze tuin. En ik herinner me dat de hulptrainer kwam informeren als wij geen bal hadden gevonden in onze tuin. Dus op dat moment zijn we gaan kijken in de tuin. We vonden niets. Ja, sorry, niets te vinden. Nu, een keer dat hij weg was, zijn we toen wel nog een keer grondiger gaan zoeken natuurlijk. En die lag tussen de keppen. En toen waren we een beetje in twijfel. Gaan we dat nu eerlijk gaan opbiechten dat we die bal gevonden hebben? Of gaan we die voor onszelf houden? En we hebben die na rijp beraad toch voor onszelf gehouden. Dat was een beetje like een schat voor ons. Achteraf gezien waren we daar eigenlijk niet zo veel mee geweest. Want er was wel een voetbalterreintje vlak voor ons huis, aan de Klokken. Zo'n klein plantsoentje, waar we normaal gingen gaan shotten. Maar ja, in het begin, toen we die bal hadden, dachten we, oei, we gaan dat toch niet uithalen. Die de trainer gaat passeren en zeggen, oei, wat is dat hier? Dat is onze ballen. Dus we hielden die bal eigenlijk binnen schuis of in ons klein tuintje. Meer om op te zitten dan mee te shotten. Met als gevolg dat na een paar weken dat die bal eigenlijk een eigen geworden was. Dat we niks meer konden aanvangen. Beetje moraal van het verhaal misschien. Eerlijkheid duurt het langst. We hadden hem beter toch direct afgegeven. Goed, vaak herinner ik me nog goed een tijd. Als klein jongetje, 5 jaar, ging ik mee met mijn pa naar de cirkel. Want dat was traditie van vader op zoon. Cirkelmannen zijn we altijd gebleven. En ja, ik vond het Itharde Smetstadion vond ik een geweldig sympathiek stadion met de chalet. Waar dat we dan achteraf iets konden nuttigen. En de keeper die mij het meest is bijgebleven, want ik had een grote bewondering voor keepers, dat was Willy Mortier. Willy Mortier, die een echte showman was en die zelfs als een eenodig was, naar de cornervlag ging springen met onder luid applaus. Zekke cirkel. Voor welke ploeg ben jij? Naar waar gaat papa iedere zaterdag? Naar waar gaat papa de zaterdag? Zekke cirkel. Nee. Nee, hè? Ga je voor de club of voor de cirkel supporten later? Nee. Ga je niet naar het voetbal gaan? Thank you.